Nou, we zijn alweer een week onderweg met onze camper. We staan nu vlakbij de Spaanse grens. We genieten van het zonnetje. Het is nog wel wat fris, dus we moeten wel lekkere warme kleding aan. Ik zal eens even een rondleiding geven in de camper. Hoe het eruit ziet. Nou, zo zitten we als we rijden. Maar de stoelen kun je dus draaien. Dat zal ik zo meteen even laten zien. Maar ja, je hebt dus een schitterend uitzicht. Het lijkt net alsof je in een bus rijdt. Dus je kunt mooi door hele grote ramen naar buiten kijken. Nou ja, nu is het extra mooi omdat de omgeving ook mooi is. Hier is ons zitje om te eten. Onze kookruimte. Hier hebben we drie gaspitjes. Nou, prima te doen. We willen toch niet zoveel koken. Als we iets eten, dan is het vaak even op de barbecue. Dit is onze douche. Toilet. Nou, wat kastjes om dingen in op te ruimen. En het leuke van deze douche is, als wij douchen. Ik zal even wat weghalen. Dan kunnen we deze wand kunnen we helemaal wegschuiven. En dan hebben we de wc afgesloten en kunnen we gewoon douchen hier. Nou, dat is toch perfect. Deze kun je eruit halen en dan kun je hier bovenin hangen. En dan heb je gewoon een prima douche. Dus dat hebben we ook al gedaan. Boilertje werkt goed. Gas. Nou, dan doe je het weer dicht. En dan heb je gewoon weer je wasgelegenheid en het toiletje. Nou, dit is onze slaapgelegenheid. Mooi twee bedden. Kastjes. Flinke koelkast. Is ook aardig groot. Dus wij we maken ons hier prima, zo'n huisje. Anders dan de boot, het is kleiner. Maar ja, we leven ook weer meer buiten nu, omdat het toch wel weer mooi weer is. Weten jullie een beetje hoe het leven in de camper eruit ziet? Ik zal nog even laten zien hoe het met de stoelen werkt. Nou, zo ziet het er dus uit als de stoelen omgedraaid zijn. Onze eerste overnachting was in Givet. Waar we even wat van laten zien. We hebben vannacht in Givet geslapen. Wij zijn in 2018 hier langs gevaren met de boot. Dit is de Maas. Dat vonden we een prachtig rivier. En die hebben we helemaal vanuit Nederland tot in Frankrijk bevaren. Nou, het is dan ontzettend leuk om dan op een plek te staan waar je aan de Maas staat en waar je dan 6 jaar geleden, 5 jaar geleden met de boot langs bent gekomen. Na Givet hebben we op leuke plekjes gestaan bij wijnboeren. Dan doe je in de avond rond 6 uur een wijnproeverij. Dan kun je wat wijnen kopen als je wil. En vaak sta je daar gratis. En op hele mooie en rustige plekjes. We zijn onderweg naar ons volgende adresje. We slapen een paar nachten bij een Franse wijnboer. En zoals je ziet rijden we langs de wijngaarden. Prachtig. Nou, hier is het om te doen, hè. Zonnetje, lekker buiten zitten. Even tussen de middag de barbecue aan. We gaan even pizza eten. Vanavond zal het te fris zijn. En we hebben er een hond bij, zoals je ziet. Ik ga het gewoon voor de ingang zitten. Maar we staan nu bij een wijnboer. Om 6 uur hebben we straks een wijnproeverij. Het waait aardig, maar we zitten een beetje uit de wind. Vlakbij Beziers, of hoe je het ook uit mag spreken. We zijn tot nu toe de enige camper. Maar ze hebben hier wel plek voor meer campers. Nou ja, dit is dus echt genieten.
Dit is echt bijzonder hilarisch. Deze hond kennen we helemaal niet. Maar deze hond neemt mij uit in plaats van dat ik de hond uitlaat. En hij wijst me de weg. Dus, ja, dit is een hond die bij een boerderij hoort. Hij kwam eigenlijk al meteen bij me liggen. En hij wijst me de weg. En we lopen nu prachtig langs de wijnranken. Nou, even tussen de bedrijven door. Even de benen strekken. En ik laat me meevoeren door deze hele leuke hond die af en toe even omkijkt waar ik blijf. Vandaag is het maandag 27 november en is onze laatste dag in Frankrijk. We gaan zo meteen op weg naar Spanje, gaan we een mooie kustroute rijden. Klaas is nu nog even aan het werk, hij heeft een supervisie. En daarna hebben we 2 uur de tijd om te rijden en dan bereiken we Spanje vandaag. Bedankt u voor het kijken en tot de volgende keer.